In dit filmpje ga ik uitleggen wat de management tool is. Als je het lespakket Kriebels in je buik hebt aangeschaft, ontvang je een mail van noreply@rutgers.nl met inloggegevens. Met deze inloggegevens kun je inloggen op de management tool van Kriebels in je buik. Vanuit de management tool maak je de methode klaar voor gebruik voor het hele team. Vanuit de management tool kan je de lessen van Kriebels in je buik niet inzien. De lessen kun je zien in de lessenportal. In het filmpje over de lessenportal laat ik zien hoe dat moet. In de management tool kun je het lespakket beheren, leerkrachten toegang geven tot het lespakket en de voortgang van de lessen op school volgen. Degene die het lespakket heeft aangeschaft, wordt automatisch de pakketbeheerder. Deze persoon krijgt toegang tot de management tool. Als je voor de eerste keer inlogt op de management tool, krijg je dit scherm te zien. Het is verplicht om alle velden in te vullen. Vul hier het adres in. Vul hier de postcode in. Vul hier de plaatsnaam in. Vul hier het land in. Selecteer het type school. Selecteer de denominatie. Selecteer het percentage leerlingen met een niet-westerse of allochtone achtergrond. Vul het aantal leerlingen in en vul uw functie in. Klik op bewaar en vervolgens kunt u van start. Je bent nu in de management tool. De drie symbolen linksboven aan de pagina staan voor groepen, docenten en lessenmonitor. Start met het aanmaken van de groepen. Werken jullie op school met meerdere groepen in eenzelfde leerjaar? Dan maak je bijvoorbeeld groep 1A en groep 1B aan. Kies voor een korte naam, zoals groep 1 of Jitske. Maak één groep aan voor elke groep die gebruik gaat maken van het lespakket Kriebels in je buik. Je maakt een nieuwe groep aan door opnieuw te klikken. Typ de naam in en klik op actief. Bewaar vervolgens de groep. Als je de groepen hebt aangemaakt, start je met het aanmaken van de docentenaccounts. Je koppelt docenten aan groepen, vandaar dus dat je eerst de groepen aanmaakt. Ga naar docenten. Klik opnieuw en vul de naam en het e-mailadres van de docent in. Klik op de groep of groepen waarin de leerkracht lesgeeft. Als een groep is geselecteerd, kleurt deze donkergrijs. Klik op bewaar. Er wordt een mail met inloggegevens naar de leerkracht gestuurd. Met deze inloggegevens kan de leerkracht inloggen op de lessenportal en krijgt hiermee toegang tot de lessen. Je kunt één of meerdere leerkrachten aan een groep koppelen. Na het koppelen van de leerkracht aan een groep wordt een inlogmail verstuurd. Vanaf dat moment kan de leerkracht gebruik maken van de lessen in het lespakket door in te loggen op www.kriebelsinjebuik.nl. Let op! Zorg ervoor dat het e-mailadres juist is getypt. Zorg dat er geen spaties in de balk van het mailadres zitten. Als je een typfout hebt gemaakt of de leerkracht aan een andere groep wilt toewijzen, ga je nogmaals op de naam van de leerkracht staan. Klik dan op bijwerken om de informatie aan te passen. Dit is de knop voor de lessenmonitor. Als management tool beheerder kun je zien welke lessen er binnen de school zijn gegeven. Dit is bijvoorbeeld handig als je wil weten welke lessen van Kriebels in je buik zijn uitgevoerd in eerdere leerjaren. Op deze manier wordt een doorlopende leerlijn inzichtelijk. Je kunt zo goed zien welke lessen in welke leerjaren gegeven zijn en vervolgens in een volgend leerjaar hierop aansluiten. De drie symbolen rechtsboven in het scherm staan voor handleiding. Hier vind je de handleiding van de management tool van Kriebels in je buik in een PDF-bestand. Gegevens van de school. Hier kan je de gegevens van de school aanpassen. En hier kan je uitloggen.
Het kan gebeuren dat je de management tool wil overdragen aan een collega. Ga in docenten naar de docent die de management tool moet gaan beheren. Klik dan op de optie management overdragen. De desbetreffende leerkracht krijgt een mail met inloggegevens voor de management tool en is vanaf dat moment de beheerder. Je wordt nu uitgelogd en hebt geen toegang meer tot de management tool. Ben je je wachtwoord vergeten? Klik op wachtwoord vergeten bij het startscherm van de management tool. Je krijgt dan per mail van noreply@rutgers.nl een mail waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen. Heb je nog vragen? Mail ze naar info@kriebelsinjebuik.nl.